Welkom bij dit GGZ-college met de titel Help een psychose, wat nu? Psychoses komen relatief weinig voor, maar zijn tegelijkertijd zeer ingrijpend voor degene die het overkomt en ook voor zijn of haar omgeving. Over psychoses bestaat nog veel onwetendheid en daarom belichten we vanavond in dit college wat psychoses zijn en hoe ze ontstaan. Is de ene er gevoeliger voor dan de ander bijvoorbeeld? Uiteraard besteden we aandacht aan triggers en signalen. En aan hoe je het beste kunt omgaan met iemand in jouw omgeving die een psychose heeft of dreigt te gaan krijgen. Zoals altijd in deze GGZ-college hebben we iemand aan tafel die ervaring met het onderwerp heeft. We hebben een deskundige en we hebben een hulpverlener. En ik stel ze graag aan u voor. Bas de La Bruyère, jij hebt jarenlang last gehad van psychoses. Ja. Je maakte daar een film over, Verloren Jaren. Daar gaan we straks beelden van zien. Misschien wil je ons nu, om te beginnen, even meenemen terug in de tijd. Wanneer merkte jij voor het eerst, hier klopt iets niet? Dat was toen ik op de filmacademie zat in Amsterdam. Dat ik op een gegeven moment in de trein zat en dat ik meende dat de filmacademie speciaal voor mij allerlei acteurs in de trein had georganiseerd om, weet ik veel wat, boodschappen of duistere zo redenen. Ja. Over te Ja. Brengen. En, ja. In het maar begin toen dacht was jij dus eigenlijk dat de werkelijkheid niet klopte. Of jij nam hem op een bepaalde manier waar, maar je dacht niet, met mij is er iets aan de hand. Nee, met mij. Ja, nou, ik was kennelijk op de een of andere manier heel belangrijk dat de filmacademie dat speciaal voor mij Ja, deed. ja, Dus ja, ja. Begon ook al wel snel tegen te staan dat het ook op straat gebeurde en in de supermarkt. Ja, toen begon je het wat vervelend te Toen vinden. Begon ik het wat vervelend te vinden, ja. We gaan het er zo dadelijk nog uitgebreid met je over hebben. Ja. Dankjewel. Ja. Nienke Boonstra, jij bent deskundig op het gebied van psychoses. Je gaat ons daar zo meteen uitgebreid over vertellen. Als aftrap, wat denk jij wat een groot misverstand is bij mensen over psychoses? Nou, er zijn best heel veel misverstanden. Maar ik denk dat een groot misverstand is dat mensen denken dat als iemand een psychose heeft, dat hij eigenlijk voor de rest van zijn leven daaraan vastzit en niet meer kan functioneren, niet een gezin kan stichten, niet een baan kan hebben of een opleiding kan volgen, dat soort dingen. Ja. Je bent door een ziekte getroffen en vanaf dat moment leef je met beperkingen. Dat is een beeld. Dat is een beeld, ja. Oké. En jij gaat terwijl dat in de praktijk heel vaak anders is. En mensen juist wel perspectief hebben. Ja. We gaan er straks meer over horen. Dankjewel. Aaltje Maalda, jij bent werkzaam als hulpverlener voor mensen die een psychose hebben of hebben gehad. Als jij dat zo op een verjaardagsfeestje of zo laat vallen, van nou, ik werk bij de GGZ en ik werk met deze doelgroep, wat voor reacties krijg je dan? Men knikt vaak een beetje meewarrig en zegt dan, het is vast heel zwaar, ja. Heel moeilijk. Ja. En dat laat je ze dan misschien ook maar denken. Wisselend. Ja. Als je een gewichtige indruk wilt maken, dan zou je dat kunnen doen. Ja. Lex Wunderink, jij bent vaste tafelheer, psychiater, A-opleider bij GGZ Friesland. Wij hebben aan deze tafel al heel wat onderwerpen besproken. Eetstoornissen, adolescentiepsychiatrie, dwangneuroses. Ik dacht zelf eerlijk gezegd bij dit onderwerp voor het eerst, dat is een zwaar onderwerp. En het idee is altijd dat we het onderwerp juist toegankelijk maken voor een grote groep professionals, mensen in het veld. Hoort dit onderwerp wel in het rijtje thuis? Ja, absoluut. Kijk, psychose komen weliswaar niet zo heel veel voor. Maar als ze voorkomen, dan is het wel belangrijk dat je heel snel ziet dat het aan de hand is. Ja. Dat zal Bas straks ook nog wel toelichten. Hè, want het kost vaak een tijd voordat je, als je aan een psychose lijdt, dat je bij de hulpverlening komt. Ja. En dat is eigenlijk heel slecht. En daar speelt juist dat veld zo'n belangrijke rol in. Absoluut. Die mensen van sociale teams, dat herkennen. De wijkagent, de leerkracht. Ja, je ouders. Ja, oké. Je vrienden. Ja. Goed, oké. Nou, we hopen dan maar met dit programma er weer aan bij te dragen, dat die kennis verder verspreid wordt. En mijn naam is trouwens Katja Westra en ik ben gespreksleider vanavond bij dit college. Voordat ik als eerste met Bas in gesprek ga, wil ik de mensen thuis vragen om alvast te reageren op de stelling van vanavond. En die luidt, iemand met een psychose is gevaarlijk. En u kunt uw mening over die stelling kenbaar te maken door op een icoontje rechts onder in uw beeld te klikken en door met ja of nee aan te geven wat u ervan vindt. En dan gaan we straks wel zien hoe die stemming uitvalt bij u thuis. Nou, dan ga ik graag in gesprek met Bas. Je bent filmmaker
Je hebt je eigen psychose aangegrepen om een film te maken, Verloren Jaren. Die film is in 2010 uitgekomen. Het is dus ook alweer even geleden dat jij met die psychose te maken had. We gaan wat beelden uit die film zien. Maar het lijkt me handig dat je ons even een beetje inleidt van waar was je, wat gebeurde er. Dan kunnen we de fragmenten even wat makkelijker plaatsen. Nou goed, mijn psychose heeft al met al 3 tot 5 jaar bij elkaar geduurd. Dus dat is behoorlijk lang. En dat begon met zware paniekaanvallen. Nou ja, dat wat ik ook net vertelde, dus met die acteurs in de trein. Dat, ja. Dat ze dat speciaal voor mij organiseerden. Dat werd langzaamaan werd dat vervelender. Dat het op straat gebeurde, in de supermarkt. Dat ik het idee had dat ik thuis afgeluisterd werd. Dat de cameraatjes in de televisie zaten. En ja. Op een gegeven moment begon ik ook stemmen te horen. En dat was op een gegeven moment, nou ja, was dat 24 uur per dag. Ja. En je zat op de filmacademie. Ja. En we gaan ook een fragmentje zien dat je met een studieleider in gesprek bent, geloof ik. Ja. Hè? Over ja. Wat die academie wel niet allemaal voor jou bekokst. Ja, dat ja. Was ik van overtuigd dat dat ja. Het geval was. Oké, okay. Ja. Goed. We gaan kijken naar een aantal fragmenten. Ja. Ik wil het zo laten staan. Precies zo. En waarom? Wat is nou je bedoeling van dat stukje met die twee jongens? Is hij homo? Nee. Wacht even hoor, kijk. Hij kijkt, ziet dan die twee jongens. Dan is hij homo. Heb je iets in mijn koffie gedaan? Wat heb je in mijn koffie gedaan? Waar heb je last van? Bart, waar heb je last van? Het maakt toch niet uit als hij homo is? Gaat het? Bart, wil je wat water? Volgens mij zijn jullie er verantwoordelijk voor. Waarvoor? Dat er acteurs in de trein zitten als ik in mijn coupé zit. Wat? Of dat er iets in mijn koffie wordt gedaan waardoor ik hartkloppingen krijg. Ik wil dat het stopt. We hebben het beste met je voor, Bart. Weet je, het leven is soms net een film. Dus jullie zitten erachter. Bart schaamt zich. Rood. Weghalen! Mosterdzaad in ballingschap. Cursus dood. Deels wordt mijn cursus. Ja, ik wil Bas, dit gaf ons een hele korte indruk. De film duurt een uur lang, geloof ik. Ik ga graag met jou een beetje de beelden bij langs. Ik zeg eerst even tegen de kijkers thuis dat zij ook vragen kunnen stellen aan Bas. En die krijg ik hier dan op mijn iPad te zien. En daar proberen we ook zoveel mogelijk van mee te pakken. Een eerste vraag die bij mij opkwam was: hoe eenzaam ben je als je dit meemaakt? Ja, uiteindelijk heel eenzaam. Al ben je natuurlijk... Het is een beetje dubbel, want je hebt het idee dat je 24 uur per dag... omgeven bent door. Ja, omgeven bent door mensen, maar... Het feit dat je er geen controle over hebt en dat je het eigenlijk niet kan delen met mensen, dat wat er aan de hand is. En het bijkomende isolement, zeg maar, wat optreedt. Ik heb bijvoorbeeld mijn ouders een aantal jaren geen contact meer mee gehad. Nee. Gewoon door de psychose dat je geïsoleerd raakt en geen contact meer hebt met de buitenwereld. Ja. En het niet kunt delen. Dat is eigenlijk, ik denk dat als ik naar mezelf kijk, dat het meest eenzame is. Ja, en dat je het niet kunt delen, waar zit hem dat nu in?
in dat jij opgesloten zit in jouw waarneming van de werkelijkheid. Die ja, niet nou, klopt. Dat je, nou ja, die niet klopt. Voor mij klopt, ja. Voor mij klopt ja. Die. En dat je op het moment dat je daar uitspraken over doet, als ik dat bij de Filmacademie verhaal ging halen, waarom ze die acteurs organiseerden, ja, dan werd ik niet serieus genomen. En dan kreeg ik tips van, ga het maar filmen met je camera, dan heb je er nog iets aan voor je academie, zeg maar. Ja. En, terwijl dat waar het over ging, dat kun je niet kwijt bij, nee, bij mensen. Nee, nee. En jij had natuurlijk ook niet een hulpvraag. Hè? Ik kan me voorstellen, als je depressief bent of wat dan ook, je merkt van het gaat niet goed met mij, dat je dan op een moment wel een beroep op je omgeving doet. Maar jij deed geen beroep op je omgeving. Nee, ik deed geen. Het was de Filmacademie zat erachter. En later werd er trouwens een andere organisatie, misschien wel iets boven de politiek of ik weet niet wat. En die moesten ermee stoppen. Dat is waar ik mee bezig was. Yeah. Dus ik heb ook de directie allemaal brieven gestuurd. Ja, yeah, ja. Dat dit zo niet kon. En uiteindelijk ook van de Filmacademie trouwens gestuurd. Omdat ze toch van mening waren dat ik mijn studie niet kon voortzetten op die manier. Nee, en daarmee, dat gaf je ook al aan, wordt het isolement steeds groter. Hè? Je duwt mensen als het ware van je af. Ja. Zij krijgen geen toegang meer tot jou. En uiteindelijk ben je heel ver weggezakt. Hè? Want we zagen jou op het laatst echt helemaal... Ja, ik kan er bijna geen woorden aan geven, maar... Net te gek. Ja. 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 Ja, maar dat is wel echt, het is niet gechargeerd of zo. Dat is de laatste 2 jaar van mijn psychose, dat was alleen maar op mijn kamertje. En alleen maar dat soort, nou ja, alleen maar stemmen. Ja, en, ja. In de film zien we bijvoorbeeld ook een huisbaas voorbij komen die jou de huur opzegt. Ja. En die blijkbaar niet ziet van, hier is een mens in nood. Nee, nou, wat wel een beetje typisch is in mijn geval, er werd wel voortdurend geadviseerd van ga alsjeblieft naar de huisarts. Dan krijg je, die kan je doorverwijzen naar een psychiater, dan krijg je medicatie en dan gaat het weer beter. Maar mijn stelling was van ja, ik ga geen pillen slikken om te verdragen wat jullie mij aandoen. Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk waarom het zo lang heeft kunnen duren. Ja, en op een moment is er wel een omslag gekomen, want je bent bij de hulp terechtgekomen. Wat maakte dan dat je toen wel tot het besef kwam? Of hoe ging het? Nee. Ik ben uiteindelijk bij vrienden van mij beland in Den Haag. En die hadden heel duidelijk door van hier klopt iets niet. Nee. En toen... maar er ontstond ook een beetje ruzie en wrijving. Want ik zat alleen maar op het kamertje daar toen. Ja. Een aantal weken. En de drankkast leeg te roven telkens. Want dat was eigenlijk een soort zelfmedicatie, zeg maar. Om rustig te gaan of een knock-out te gaan, bij wijze van spreken. En het allemaal maar niet meer mee te hoeven krijgen. En die hebben op een gegeven moment geadviseerd om me te laten opnemen. En voor mij was dat zoiets van, ach ja, die willen van me af. En dit is dé manier om van mij af te komen. Dus, Heb je er maar in bewilligd. Toen heb ik me maar een beetje overgegeven. Zo van, nou, je doet maar met me wat je wil. En toen was pas tijdens mijn opname... is eigenlijk een beetje, ja, ik wilde allemaal rechtszaken beginnen tegen de Filmacademie, want die zaten erachter. En toen is er heel erg op me ingepraat van, nou, het is waarschijnlijk toch een, we denken toch dat het een psychose is. En toen heb ik een beetje de afweging gemaakt van, ik ga mijn eigen plannetje doorzetten. En dat is met die rechtszaken, een heel, heel zuur toestand zou dat zijn geworden natuurlijk, want ik kon niks bewijzen eigenlijk. Of ik leg me erbij neer dat het een psychose is. En dat laatste, dat vond ik dan maar een betere optie. En zo is het bij mij gegaan. Ja, ja. Dat klinkt bijna wat calculerend. Ik weet niet of dat wel het goede woord is. Ja. Er is een kijkersvraag. Welke interventies van hulpverleners hebben jou geholpen? Toen je dus in die fase zat dat je opgenomen was. Kan je dat terughalen? Of is dat alweer te meta-achtig gevraagd? Nou, nee. Dat is wel een goede vraag. Ik denk in ieder geval natuurlijk in de eerste plaats medicatie natuurlijk. Tijdens de opname. Ja, opname. Ik ben maar 6 weken opgenomen geweest. Okay. Dus eigenlijk is dat van zo snel mogelijk van je psychose af. En er is toen woonruimte is er geregeld. En, maar in het traject daarna heb ik eigenlijk het meeste gehad aan... sowieso had ik hele goede zorg. Yeah. Maar van psychologen heb ik eigenlijk, daar heb ik eigenlijk het meeste aan gehad. Okay. Dus om de grip op te krijgen. En het allerbelangrijkste is, en dat vergeet ik nu bijna, is dat mijn psychiater, want ik mocht niet meer afstuderen aan de Filmacademie uiteindelijk. Nee, je had het verbruikt. Dus, ja, yeah. ja.
ik had het verbruikt, ja, inderdaad. Maar dat mijn psychiater vervolgens heeft voorgesteld van ga dan maar een film maken over datgene wat je is overkomen. En dat is die film geworden. Zo van, we pakken de draad op, daar op het punt waar het ooit mis is gegaan. Ja. En dat is ontzettend helend geweest voor mijn herstel, zeg maar. Ja. Ook om het te verwerken, om het een plaats te geven. En ook, wat een heleboel mensen misschien niet beseffen, is dat als je dit zoiets hebt meegemaakt, dat er eigenlijk heel veel schuldgevoel is en schaamte, hè, over dat wat je is overkomen. En door het maken van die film heb ik dat echt kunnen overwinnen. Ja, ja. Dus dat is een heel inderdaad helend advies geweest. Ja, ontzettend goed geweest. Ja. Ik vermoed dat we daar straks nog meer van gaan horen. Dat het weer teruggrijpen op de sociale rollen die je had, of die ambities die je had, dat mensen heel erg kan helpen. En even los van de filmacademie, maar, hè, want ik had het daar verbruikt, maar het is natuurlijk wel, als je eruit wil komen, als je er weer bovenop wil komen, dan is het natuurlijk best wel raar dat een onderwijsinstituut zegt van nee, je mag niet meer. Dat is niet verwijzend bedoeld of zo, maar dat is wel heel erg herstel ondermijnen. Ja. Maar je zou eigenlijk gewoon weer nieuwe kansen moeten kunnen krijgen. En maar goed, mijn psychiater heeft dat op die manier gelost. Er is ook een vraag. Je ontmoet natuurlijk voortdurend ontkenning in je omgeving. Hè? Jij meent dingen te zien, te ervaren. Er worden jou dingen aangedaan. En je krijgt alleen maar te horen, het is niet zo, het is niet zo, het is niet zo. Dat in zichzelf, als het ware, iedere keer ook weer triggers zijn. Om nog dieper vast te raken in. Ja, en ook dat je steeds overtuigender wordt van je eigen gelijk. Ja, het vergroot zich als het ware. Ja. Oké. Goed, ergens tijdens die opname heb je dus besloten van, nou, ik ga dan toch maar mee in de hypothese dat ik een psychose zou hebben. Uiteindelijk ben je ook gaan inzien dat feitelijk zo was. Ja. Je kijkt nog steeds een beetje zuinig als ik dit zeg. Nee, uiteindelijk wel. Maar goed, dat is natuurlijk de grap van een psychose is dat het, hè, als je het mij heel eerlijk vraagt, dan ben ik nog steeds een beetje overtuigd dat het helemaal geen psychose was. Dat mijn eigen verhaal alsnog misschien wel klopt. Ja. Even, dat is niet zo. Maar, nee. Je hebt jarenlang geloofd in een werkelijkheid, zeg maar, die vervolgens afgedaan wordt als een psychose. En alsof het daarmee ook niet bestaan heeft. Ja. Zeg maar. En het heeft wel bestaan. Het is een hele wereld geweest bij mij, zeg maar. Je hebt een tweede psychose gehad. Hè? Je bent dus op een gegeven moment goed hersteld, maar het is ook weer teruggekomen. Kan je daar nog wat over zeggen? Ja, dat is heel, heel vreemd. Heel goed hersteld, echt vooral door het maken van die film. En ik heb hem heel veel nabesproken in het land. En ook van de medicatie helemaal afgebouwd naar nul. Dat is jarenlang is dat goed gegaan. Een baan als ervaringswerker, als zzp'er, allerlei klusjes. Dus het ging eigenlijk hartstikke goed. En dan is het eigenlijk heel typisch dat je dan op een punt raakt dat je weer durft te dromen. En dat klinkt heel, heel raar of zo, maar dat is ook jarenlang is dat verwoest geweest. Gewoon niet geloven dat hele normale dingen, dat die ook voor mij weggelegd zijn. Zoals op vakantie gaan een keer, of gewoon een baan, of een relatie. Dat kwam allemaal weer terug. Dus, en ik dacht ook van, nou, dit gaat mij nooit meer overkomen. Maar helaas, begin 2016, dus dat is alweer, zijn alweer een jaar verder. Weer een terugval gehad, terwijl er helemaal geen aanleiding voor was. Dus dat, of tenminste niet. Niet voor jou te traceren. Nee, want ik heb altijd geleerd eigenlijk en gedacht van, nou, die eerste psychose, dat kwam door drugsgebruik, dat kwam door schulden door dat drugsgebruik, dat kwam door hoge prestatiedruk op de filmacademie. Combinatie van dat soort dingen. Ben ik echt van overtuigd geweest. Maar met die terugval was er allemaal geen sprake van. Het was juist allemaal, alles ging eigenlijk voor de wind en alles leek helemaal goed te komen met mijn leven. En toen opeens, bam, sloeg het weer toe. Ja, en hoe kwam je toen weer, hoe kwam het toen weer goed met jou? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds een beetje er nog niet helemaal bovenop ben. Medicatie en
Gelukkig door die film een heleboel mensen ook in psychoseland, zeg maar, leren kennen. En dus wel goede contacten. En, maar ik moet zeggen dat ik heel veel heb gehad aan, aan collega's, ervaringswerkers. Ja, oké. Okay. De vraag is bij mij alweer uit beeld gerold. Er komen veel te veel vragen binnen. Maar iemand vroeg ook van, hoe helpend is het als je met een ervaringsdeskundige over je ervaring kunt spreken? Heel erg helpend. Ontzettend helpend, ja. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds. Ik heb momenteel geen woonruimte en ik logeer bij een... Ja, dat klinkt allemaal een beetje dramatisch, maar... Ik logeer bij een vriendin, een ex-collega, ervaringswerker. En dat is heerlijk om gewoon te kunnen praten over dat wat er echt speelt. Of dat wat er echt gespeeld heeft. Ja, zij kan zich verplaatsen. Dat kun je, het spijt me. Dat zou ik niet denken. Dat kun je heel goed met... Met mensen die ook iets soortgelijks hebben meegemaakt. Ja. Gelukkig wordt het steeds meer gezien hoe belangrijk het is om met een ervaringsdeskundige, want we hebben deskundigheden in allerlei soorten en maten, ja. Maar deze hoort er beslist bij, dat onderstreep jij. Ja, absoluut. Ja. Oké. We komen straks nog wel meer op jouw ervaringen met behandelingen, wat werkt wel, wat werkt niet. Ik moet weer even door met volgende onderdelen. Wij hebben een stelling in de groep gegooid, daar hebben de mensen thuis al hun stem over kenbaar kunnen maken. En ik zou nu aan de zaal willen vragen om met het rode en groene kaartje wat u op uw stoel gevonden had, te laten zien wat u van de stelling vindt. En die luidde: iemand met een psychose is gevaarlijk. Oké, laat de bordjes maar eens zien. Zo. Nou, ik zie hier, ik wou zeggen veel rood, maar ik zie toch zeker ook wel groen. Ik verklap nog even niet wat de uitslag bij de thuiskijkers... Oh, juist. Ik krijg hier van de regie even een correctie. Dan zeg ik gewoon wat het is. Thuis zeggen de mensen, 78% is het oneens met de stelling en 22% is het eens. Ik vraag aan jou, Bas, was jij gevaarlijk? Ben jij momenteel gevaarlijk? Heel gesteld aan jullie. Nee. Er zijn absoluut momenten geweest dat ik misschien een gevaar ben geweest voor mezelf. Uit een soort wanhoop dat ik mezelf misschien iets aan wilde doen. Maar ik heb nooit op wat voor manier dan ook iets andere mensen aan willen doen. Er was wel heel veel angst en ik was heel erg bang voor de buitenwereld. En ik kan me voorstellen dat je daardoor... En ik was natuurlijk heel kwaad ook op de filmacademie. Ja, dat kan misschien ook dat... Hè, maar ik heb nooit, absoluut nooit de intentie gehad om... Om anderen iets aan te willen doen. Ook maar iets aan te doen. Nee. Oké, maar goed, het beeld is er blijkbaar wel. Kan jij dat duiden, Lex? Dat er zo'n beeld is dat mensen met een psychose gevaarlijk zijn? Mensen die natuurlijk nooit met psychose te maken hebben, die schrikken van zoiets. Hè, omdat je ziet dat er iemand toch wel... eigenaardige ideeën op nahoudt of zich bijzonder gedraagt of anders doet dan anders. Ook niet in staat is om contact te hebben, zoals jij eigenlijk ook had. Mm-hmm. En dat maakt op veel mensen natuurlijk een angstaanjagende indruk. Die zijn daar zelf bang van. Hè? En de persoon in kwestie kan natuurlijk door zijn angst, hè, want als je heel angstig bent, kun je ook wel eens agressief reageren, omdat je je bedreigd voelt. Mm-hmm. Hè, dat is natuurlijk de meest... bekende oorzaak van agressie is angst. Ja. Hè, dus Aaltje, dat kan wel. Ja. Aaltje, is dat dan ook wel iets wat jij in de hulpverlening wel meemaakt? Dat mensen zo angstig zijn dat daar dan ook veel afwerend gedrag bij komt, wat dan ook wel imponerend kan zijn? We zien sowieso, hè, psychose kent natuurlijk een heel breed spectrum. Ja. Nienke zal er straks meer over vertellen. De mensen die wij over het algemeen zien... te bedenken. En niet dat het direct imponerend wordt, maar wat je wel vaak merkt, en dat is eigenlijk ook wat Bas al zei, dat als je in gesprek gaat, die mensen hebben al heel vaak te horen gekregen dat het niet zo is. Hè, dus die zijn vaak al tot de tanden toe bewapend om te vertellen hoe het dan wel zit, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat het eerder is dan dat het, wat wij in ieder geval zien,
Nou, herken ik niet zozeer dat het ook agressie of imponerend is. Nee. En beelden van messen die opeens tevoorschijn gehaald zouden kunnen worden of zo, dat is... Nooit meegemaakt. Nee. Oké, goed. Dat is, ik zou je kunnen zeggen, een misverstand dat over psychoses wel bestaat. En Nienke gaat ons daar zo nog wat meer van aangeven. Nienke, ik vertel nog even iets meer over jouw achtergrond. Je bent verpleegkundige specialist bij GGZ Friesland. Je bent lid van een landelijke werkgroep Zorgstandaard Psychoses. En je bent als lector betrokken bij onderzoek naar vroegtijdige herkenning van psychoses en naar de behandeling daarvan. Je hebt jouw kennis over psychoses met de afdeling communicatie gedeeld. En die hebben daar 2 animatiefilmpjes van gemaakt. Het eerste filmpje dat we gaan zien, dat gaat over een aantal feitelijkheden over psychoses. Kijkt u met ons mee. Nou, dat zijn al een aantal feitelijkheden. Sommige verbaasden mij. Bijvoorbeeld die dat vrouwen rond de menopauze hier blijkbaar een grotere kans op hebben. Was me helemaal niet bekend. Je hebt ook een aantal misverstanden op een rijtje gezet. En die gaan we in het volgende filmpje zien. Ja. Oké, nou daar zijn we ook alweer een stuk wijzer van geworden. Maar nu willen we dan ook bijna wel weten wat een psychose dan wel is. En daar ga jij een presentatie over houden. De vloer is voor jou. Ja, het kwam net al eventjes ter sprake dat psychotische symptomen eigenlijk best heel regelmatig voorkomen. Dat veel mensen wel eens een psychotisch-achtige ervaring hebben. Dus bijvoorbeeld het idee dat iemand je naam roept, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Of een jonge moeder die denkt dat ze haar kindje hoort huilen, terwijl dat niet zo is. Dat zijn ervaringen waar je helemaal geen zorgen over hoeft te maken. Die eigenlijk heel erg weer vanzelf voorbij gaan. Bij een deel van de mensen wordt dat wat intenser. Komt het wat vaker voor, duurt het wat langer. En op het moment dat dat dan invloed heeft op mensen hun functioneren, dan kan het zijn dat iemand een verhoogd risico heeft om een psychotische stoornis te ontwikkelen. 2-3% ontwikkelt ook daadwerkelijk een psychotische stoornis. En van die groep ontwikkelt uiteindelijk een klein aantal echt een chronisch psychotische stoornis. En dat noemen we dan schizofrenie. Dat is eigenlijk de ernstigste vorm van psychotische stoornissen.
Dus als we dan kijken naar hoe dat er in de tijd uitziet, dan is er een fase waarin eigenlijk geen psychotische symptomen aanwezig zijn. Op een gegeven moment ontstaat er dan een periode waarin die psychotische-achtige ervaringen er zijn in combinatie met een terugval in functioneren. En dat benadruk ik even, want het gaat echt over die combinatie. Dan hebben we het over een verhoogd risico. En tegenwoordig kunnen we mensen die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van een psychotische stoornis al best goed behandelen, waardoor de kans om een eerste psychose te ontwikkelen van 30% verlaagd kan worden naar 10%. Dus dat is echt een hele grote behandelresultaat. Dus het is belangrijk dat mensen al in die fase in zorg komen. Bij een deel van de mensen ontstaat dan uiteindelijk een eerste psychose. Nou, dan komen mensen uiteindelijk in behandeling. Bas noemde het al, kan soms een hele tijd duren. Die duur tussen het ontstaan van die eerste psychose en uiteindelijk de behandeling noemen we de duur van de onbehandelde psychose. Dat is ook een belangrijk concept, omdat we vanuit onderzoek weten dat hoe sneller mensen in behandeling komen, hoe gunstiger dat is voor de prognose. Dus het is belangrijk, ook daar weer, dat we mensen snel in zorg krijgen. Ik zal straks wat vertellen over hoe die zorg er dan uitziet. Dan uiteindelijk treedt een remissie op in de meeste gevallen. Dus dat betekent dat psychotische ervaringen weer op de achtergrond zijn. En vervolgens is er een kleine groep die dan nog weer relapses krijgt. Dus die wordt weer psychotisch. En wat ik net al noemde, is er een groep die dat langdurig heeft. En ik heb die beloopcijfers nog even op een rijtje gezet. Omdat veel mensen denken dat als iemand één keer een psychose heeft, dat eigenlijk betekent dat iemand eigenlijk een stoornis heeft voor de rest van zijn leven. Maar als we kijken naar de internationale studies, dan zien we dat 40% van de mensen heel goed herstelt na een eerste psychose. Dus die mensen kunnen gewoon weer goed functioneren. Dat 40-50% van de mensen wel weer eens psychotische ervaringen krijgt en ook wel een beetje beïnvloed is in hun functioneren, maar dat uiteindelijk redelijk goed doen. En dat eigenlijk 10-20% van de mensen chronisch psychotische symptomen hebben en die gaan wel eens een beetje weg, maar die komen dan ook weer eens een beetje. En dat dat flink invloed heeft op hun functioneren en soms zodanig dat mensen dan bijvoorbeeld niet zelfstandig kunnen wonen. Dus dan zie je dat een psychotische stoornis, een heel verschillend beloop kan hebben. Maar ook de kenmerkende symptomen van een psychotische stoornis kunnen heel erg variëren. En dat bestaat eigenlijk uit 5 domeinen. Natuurlijk denken we snel aan waan en hallucinaties. Dat zijn ook de kernsymptomen van een psychotische stoornis. Als iemand wanen heeft, dan heeft hij een overtuiging van de werkelijkheid. Een overtuiging die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Als iemand hallucinaties heeft, dan is het een zintuiglijke waarneming die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dus dat iemand bijvoorbeeld stemmen hoort of dingen ziet die er niet zijn, of dingen ruikt of proeft, of soms zelfs voelt op of onder de huid. Mensen hebben vaak last van cognitieve problemen, dus dat ze moeite hebben met planning, met concentratie, met motivatie. We hebben het over negatieve symptomen. Dat zijn symptomen die te maken hebben met energie, met het plezier beleven in dingen. En we hebben het over stemmingsklachten. Dus dat mensen soms periodes hebben waarin ze wat depressieve klachten hebben of manische klachten. En dat varieert vaak over de tijd en per persoon. Dus elke psychose is anders. En varieert dus over de tijd. Dus op het moment dat iemand op een gegeven moment een bepaalde combinatie van deze symptomen heeft, dan is het vaak na een aantal maanden is dat weer anders. Als we dan kijken naar de oorzaken, Katja noemde het ook al even, hoe ontstaat nou eigenlijk een psychotische stoornis? Dan weten we ondertussen dat mensen een genetische kwetsbaarheid moeten hebben. Niet iedereen ontwikkelt een psychotische stoornis. Dat weten we bijvoorbeeld uit tweelingstudies met een identieke genetische belasting. Maar dat het een combinatie is tussen genetische kwetsbaarheid en omgevingsfactoren. En die omgevingsfactoren die hebben te maken met de zwangerschap. Dus bijvoorbeeld de stress van de moeder tijdens de zwangerschap. Met trauma in de kindertijd, maar dat kan ook trauma op latere leeftijd zijn. En we weten dat mensen die in een grote stad wonen meer kans hebben op het ontwikkelen van een psychotische stoornis. En ook immigranten, tot met tweede graads. We weten dat stress een belangrijke rol speelt. Dat horen we eigenlijk ook bij Bas, de stress van de filmacademie. En wat stress inhoudt is voor de een heel anders dan de ander. We zien bij jongeren bijvoorbeeld dat voor de ene jongere die gaat op kamers en studeren en dat gaat eigenlijk allemaal vloeiend. En bij een andere jongere geeft dat zoveel stress dat er uiteindelijk psychotische symptomen ontstaan.
En een andere factor die ook al even over tafel is gekomen, dat is het gebruik van drugs. En dan hebben we het met name over cannabis, LSD en paddo's. Omdat die een hallucinerende werking kunnen hebben en invloed hebben op de dopamine, het dopaminesysteem. Onze hersenen hebben allerlei zenuwcellen die met elkaar communiceren. En die communicatie die gebeurt via neurotransmitters. En we hebben verschillende neurotransmitters, maar we weten dat dopamine een belangrijke rol speelt bij mensen met een psychotische stoornis. En wat we ondertussen weten, want hoe het precies werkt, dat weten we eigenlijk niet. Maar wat we ondertussen weten is dat mensen met een psychotische stoornis minder dopamine hebben in de voorste hersenen. Met als gevolg dat die negatieve symptomen optreden. Dus dat mensen minder plezier beleven aan dingen. Dat ze moeilijker tot dingen komen, minder energie hebben om ergens aan te beginnen of om iets af te maken. En we weten dat er juist te veel dopamine is, meer in het middelste deel van de hersenen. En we hebben dopamine nodig, dat is belangrijk, om onderscheid te kunnen maken tussen wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Maar op het moment dat je dan te veel dopamine hebt, dan zou je eigenlijk kunnen voorstellen dat de volumeknop niet goed werkt. Dus dat op het moment dat er zich een bepaalde ervaring voordoet, iets wat om je heen gebeurt of in je zintuigelijke waarnemingen. En die volumeknop die staat op vol, terwijl er eigenlijk helemaal niet aanleiding is om te denken dat het heel erg belangrijk is. Ja, dan gaan mensen dat soort ervaringen die komen heel hard binnen en dan ontstaat er een hallucinatie bijvoorbeeld. Of als mensen dan proberen te verklaren hoe iets in elkaar zit, terwijl je op dat moment dat helemaal niet hoeft te verklaren, dan kan er een waan ontstaan. Nou, als we dan kijken naar hoe de behandeling eruit ziet. Katja noemde al, we hebben in Nederland maken we gebruik van zorgstandaarden. En in dit geval gaat het over de zorgstandaard psychose. Daar wordt uitgegaan van die stadia die ik aan het begin noemde in dat beloopsplaatje. En in alle stadia is het uitgangspunt dat we uitgaan van sociale rollen van mensen. Dus dat we kijken welke invloed heeft die psychotische kwetsbaarheid nou op de school, op werken, op hoe iemand woont met anderen in zijn gezin bijvoorbeeld. Hoe het gaat met sociale relaties, hoe zit het met sociale contacten met vrienden, met ouders. En hoe gaat iemand om met zijn vrije tijd? En dat is belangrijk, omdat bij veel mensen met een psychotische kwetsbaarheid, die hebben weinig, nou ja, we hoorden dat eigenlijk bij Bas ook, die hebben eigenlijk zelf helemaal niet zo in de gaten dat er sprake is van een psychose. Dus op het moment dat wij dan zeggen van er is een psychose, je hebt waan of hallucinaties, dus je moet behandeling hebben, denken mensen, ja, daar zit ik niet op te wachten. Maar op het moment dat we met elkaar in gesprek gaan over wat gebeurt er in je leven en waar loop je in vast en we kunnen van daaruit kijken of we iemand kunnen ondersteunen, dan kunnen we het ook hebben over behandelinterventies, zoals bijvoorbeeld medicatie. En medicatie werkt dus op de dopamine, ook op andere neurotransmitters, maar met name op de dopamine. En dan kunnen we kijken wat is dan het beste middel wat bij iemand past, afhankelijk van de klachten die heeft. Maar medicatie heeft ook altijd bijwerkingen, dus daar kijken we ook naar. We kijken naar cognitieve gedragstherapie, wordt ingezet. En dat is met name om mensen te leren om op een andere manier te kijken naar situaties, om andere denkstijlen aan te leren. Psycho-educatie is heel erg belangrijk om mensen inzicht te geven in hoe het werkt met hun eigen veerkracht en hoe ze die veerkracht kunnen versterken. Wat zijn nou dingen die je misschien beter kunt laten? Wat zijn dingen die je beter op een andere manier kunt doen? Dus het is heel erg belangrijk dat mensen daar zelf inzicht in krijgen, ook met het signaleringsplan. We zetten natuurlijk heel erg in op het behouden of het weer verkrijgen van een opleiding of van werk. Dat is heel erg belangrijk, sowieso voor jongeren. Het gaat ook over een gezonde leefstijl. We hoorden bij Bas eigenlijk ook dat zijn leefstijl eigenlijk helemaal verstoord was. En dat zien we bij heel veel jongeren, zeker met een psychotische kwetsbaarheid. En wat we dan doen is met mensen kijken van hoe kun je toch weer gaan bewegen, waar moet je op letten met je voeding en hoe kun je goed voor jezelf zorgen, wat heb je daarvoor nodig. En ook het contact met lotgenoten. En dat kan in een lotgenotengroep zijn met andere mensen met een psychotische stoornis. En ook in combinatie met een ervaringsdeskundige. Ja. Nou, om het even samen te vatten. En nou kan ik de kleine lettertjes niet helemaal goed lezen. Je mag even naar voren lopen, Nienke. Ja, mag dat wel? Ja hoor, ja. Van mij wel. Even kijken.
Ja. Of je omdraait. Ja, wat ik noemde, psychotische symptomen komen veel voor. En dat is dus niet direct iets om je zorgen over te maken. Dus op het moment dat je dat hoort bij mensen, ga er vooral over in gesprek. Het is belangrijk dat mensen die psychotisch zijn vroegtijdig in zorg komen, zodat het vroegtijdig herkend wordt. De oorzaak van psychotische stoornis is een combinatie van genetische belasting en omgevingsfactoren. En hoe dat zich verhoudt tot elkaar is dus ook weer per persoon verschillend. Het grootste deel van de mensen herstelt na een eerste psychose. Dus dat betekent ook dat we veel perspectief bieden, ook in de behandeling, dat het heel erg belangrijk is. Omdat het stigma rondom voor mensen vaak net zo heftig is als het meemaken van een psychose. Dat mensen vertellen in een opleiding of aan anderen dat ze een psychose hebben gemaakt en dat ze daardoor een baan niet krijgen of eigenlijk worden buitengesloten. Dus dat is belangrijk om ons dat te realiseren, dat de meeste mensen met een psychose een heel goed herstel kennen. Dat we behandeling bieden vanuit sociale inclusie, dus vanuit die verschillende sociale rollen. En het is belangrijk dat we matchcare bieden, dus voor iedere patiënt is dat anders. Dus we beginnen niet met lage intensieve interventies en dan kijken we of het effectief is en dan doen we er nog wat bij. Maar we kijken echt per patiënt wat nodig is in het geval van die individuele patiënt en dat zetten we in. Oké, dankjewel Nienke. Wat voor mij overtuigend naar voren kwam uit je presentatie, is dat je zegt van, omdat er bij de persoon in kwestie vaak niet een hulpvraag is, hè, die voelt niet van help, er is wat met mij aan de hand, dat je het aanknopingspunt zoekt in het functioneren van de persoon. Ja. Dus helemaal niet per se in het diagnostiek, of, maar hoe gaat het met je op school, in je werk? Ja, en wat ik ook zeg, een psychose is bij iedereen anders. En heel vaak hebben mensen wel in de gaten dat er iets niet helemaal lekker loopt. Klopt. Ja. En dan hoeven we het helemaal niet helemaal eens te zijn over of het nou een psychose is of niet. Maar we kunnen het erover hebben dat iemand problemen ondervindt, bijvoorbeeld op school. Ja, want op het moment dat je wel het gesprek aan zou gaan over heb je nou een psychose of niet, dan kom je alweer gauw in de discussie. Waarvan jij, Bas, ook wel aangaf van, dat moest je nou eigenlijk niet met mij doen. Nee, precies. Nee, nee. Ja. Dus ik neem aan dat jij deze benadering wel kunt onderschrijven. Ja, zeker, zeker. Ja. 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 Ja, we vragen dat natuurlijk wel uit, want dan willen wij heel graag weten wat er aan de hand is, ook om te bepalen wat de juiste behandeling is. Maar we gaan niet met iemand de strijd aan over of het een waan is of een hallucinatie of dat het dat niet is. Dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Ja, helder. Ja, dat is ook wel goed om te zeggen dat het niet zo makkelijk zou zijn geweest om jou in de zorg te krijgen, zeg maar. Want, nee, dat klopt. Hè, dat klopt. Dus daar moet je ook wel een soort feeling voor hebben om dan toch die brug te slaan. Ja, maar het spreekt mij heel erg aan. Omdat, ja. De neveneffecten die zijn zo desastreus, zeg maar, van een psychose. Mm-hmm. En als je daarop inspeelt, hoe je, eigenlijk wat je zegt. Precies. Ja. Daar zit het goede aangrijpingspunt. Ja. Oké, dankjewel. Ik zeg nog even tegen de mensen thuis dat ze ook nog opnieuw weer vragen kunnen stellen aan Nienke. Een aspect wat ik ook nog wel even wat zou willen belichten is de schade die mensen ervan ondervinden. Ik bedoel schade in de zin van het verlies wat het met zich meebrengt, hè? In hun sociale leven. Ik kan me voorstellen dat je heel onzeker wordt als je een psychose hebt gehad. Ik kan me voorstellen dat je je schaamt. Dat gaf jij ook aan, Bas, schuldgevoelens. Kan je daar nog wat over zeggen? Van hoe dat ook mensen kan belemmeren, belasten. Ja, ook dat is wel weer verschillend. Er zijn mensen die er heel open over zijn en daar ook eigenlijk geen moeite mee hebben. Maar er zijn ook mensen die dat juist heel lastig vinden. En die, ik denk dat dat ook wel te maken heeft met hoe je van tevoren al nadacht over een psychose. Hè? Dus waar mm-hmm. we mee begonnen, dat er mm-hmm. toch best een hele negatieve lading omheen hangt. Maar wij zien wel veel mensen waarbij zelfstigma een grote rol speelt. Dus in die zorgstandaard staat ook een heel stuk over hoe je om kan gaan op het moment dat iemand zelf last heeft van zelfstigma. En zelfstigma betekent dat iemand denkt van nu heb ik die psychose gehad, dus het gaat me toch niet lukken om die baan te krijgen. Ja, dus ik hoef het ook niet meer te proberen. Dat je jezelf als het ware belemmert in je opvattingen. Ja. En ik kan me voorstellen dat een psycholoog daar misschien dan soms ook nog wel wat tegengas in kan geven. Jij zei dat je zoveel hulp had gehad van psychologen die dat soort belastende gedachten wat
Ja, maar het is dan ook een combinatie, bijvoorbeeld eigenwaarde bijvoorbeeld. Daar heb ik hulp bij gehad van een psycholoog, zeg maar. Want als je daar een groot gebrek aan hebt door wat je hebt meegemaakt, ja, mm-hmm. dan ga je vanzelf denken dat het allemaal geen zin meer heeft. Ja. En dus, ja. ja. Ik ga even naar een kijkersvraag. En die gaat erover van, bouwt een psychose zich altijd wat langzaam op? Of kan het ook wel redelijk van het ene op het andere moment zijn? Dat het een beetje als een donderslag bij heldere hemel komt, kan ook, zeg maar. Ja. In mijn plaatje zag je inderdaad dat daar wat tijd tussen zit en dat varieert. Dus bij de meeste mensen heeft dat inderdaad een aanloop, maar dat kan soms ook een week zijn. Hè? Dus dat is verschillend. En bij sommige mensen gaat het heel snel. Oké, okay. Ja, hier gaat de tijd ook heel snel. Ja. We willen het zeker ook nog hebben over het aspect van wat kun je nu doen als je in jouw omgeving te maken hebt met iemand die een psychose heeft of dreigt te gaan krijgen. En hierover gaat Aaltje Malda ons nog een presentatie geven. Ik geef nog even jouw achtergrond aan, Aaltje. Je bent als GGZ-psycholoog werkzaam bij het VIP-team van GGZ Friesland en VIP staat in dit geval voor vroege interventie psychose. Ik geef jou graag het woord en nodig je uit om naar de presentatieplek te gaan. Aaltje Malda. Okay. Ik wil jullie kort een aantal handvaten geven van wat je zou kunnen doen wanneer je het idee hebt dat iemand een kans heeft om een psychotische stoornis te ontwikkelen of wanneer hij ook daadwerkelijk al psychotische klachten heeft. Wat als eerste erg belangrijk is, en het is ook al een paar keer te sprake gekomen, is dat psychotische ervaringen veel voorkomend zijn. Nienke liet het ook al zien. 8% van de Nederlandse bevolking heeft wel eens een psychotische ervaring gehad, maar heeft geen psychotische stoornis. Daaruit komt eigenlijk ook al het eerste advies, raak niet in paniek. En wij noemen dat in de hulpverleningstaal van normaliseer. Dus leg ook uit dat het ook veel voorkomende verschijnselen zijn, wat niet direct reden is tot paniek of tot problemen. Dat wil niet zeggen dat wanneer iemand aangeeft dat ze wel eens het idee hebben dat ze iets horen terwijl er niemand om hen heen is. Of dat ze het idee hebben dat het, mensen het op hun gemunt hebben, dat je het dan afdoet alsof er niks aan de hand is. Maar neem het dus zeker wel serieus. Maar doe het met name wanneer iemand er dus last van heeft. Wanneer het invloed heeft op iemands functioneren. En vooral ook, het is ook vaak gecombineerd met andere klachten. Mensen zijn vaak al angstig of zijn ook al somber wanneer ze ook deze verschijnselen erbij hebben. Wat je dan kunt doen is het afnemen van de prodromal questionnaire. Mensen in de zaal hebben hier allemaal een kaartje. De prodromal questionnaire is een screeningslijst met 16 vragen. 16 stellingen eigenlijk, waarbij iemand kan aangeven in hoeverre ze zich daarin herkennen. Wanneer iemand zich herkent in 6 of meer items en daarnaast ook, we noemen het dan een verval in functioneren vertoont. En dat wil dus zeggen dat het minder goed gaat op school, niet goed op werk, minder contact met vrienden of meer ruzie thuis. Dat dat dan een aanleiding kan zijn voor vervolgonderzoek. En daarvoor dient iemand daarna wel eerst naar de huisarts toe te gaan. Een andere iets kan zijn wanneer je een familielid hebt met psychotische klachten. Dat kan zijn ouders of een broer of zus. En wederom gecombineerd met een verval in het functioneren, om dan ook contact te zoeken met de huisarts en een verwijzing te vragen naar een vroegdetectieteam. Wat kun je doen? Nou, er wordt hier al heel erg gehamerd, het belang van het behoud van de sociale rollen. Dus het behoud van school, het behoud van werk, het behoud van sociale contacten. En het is daarom ook altijd heel erg belangrijk om te kijken van, goh, wat zou je zoal, heeft iemand ook behoefte aan ondersteuning daarin? Dus weer het terugkeren naar school of het blijven op school, zou je kunnen kijken naar misschien wat minder lessen volgen, een tentamen op dit moment niet doen en die uitstellen. Niet je volledige werkweek, maar een minder aantal uren werken. Maar om toch alsnog wel daarin mee te blijven doen. Bas gaf het ook heel erg aan van het maken van die film, met weer het oppakken van de dingen die passen bij hem als persoon. Hoe belangrijk dat het is geweest in zijn herstelproces. Wanneer je dan in gesprek gaat met iemand met psychotische klachten, zijn er nog een aantal dingen. Een van de eerste zaken is van, ga niet in discussie. En dat is best wel een lastige, omdat het soms kan zijn dat iemand wel heel erg overtuigd is van zijn eigen verhaal. Dus je hebt eigenlijk twee waarheden naast elkaar.
En het heeft geen zin om elkaar te gaan bestoken, want wat er gebeurt, en dat gaf jij Bas ook al aan, van goh, als je destijds met me in discussie was gegaan, had je me niet geraakt. En vertrouwen en een beetje contact krijgen is eigenlijk ook een van de belangrijkste zaken. Psychotische klachten kunnen soms wel heel fascinerend zijn en dan kun je ook de neiging krijgen om heel veel vragen te stellen. En een van de adviezen is toch ook vooral om te luisteren en de persoon ook zijn verhaal te laten doen. Dat wil niet zeggen dat je dan overal op ja moet klikken en zeggen dat je het er helemaal mee eens bent. Hey, je kunt best wel uitleggen van, goh, blijkbaar, ja, jij ervaart het zo, ik zie dat anders. Maar probeer vooral te luisteren naar het verhaal. En daarbij ook respecteer de ideeën van de ander. Zonder er dus in mee te gaan. Want je kunt het best wel uiteindelijk over eens worden dat je het over een aantal zaken oneens bent. En dat kan vaak ook wel weer een basis zijn om te kijken van oké, maar waar zijn we het wel over eens? En dat noemde Nienke ook al, van met name het weer oppakken van werk en school. Nou, dat is vaak wel iets waar je het over eens bent. En wat dan de verklaring of de reden is dat het niet gelukt is, nou ja, laten we dat dan parkeren. Maar hey, hoe kunnen we toch kijken om dat wel weer op te kunnen pakken? Een rustige omgeving kan daarbij helpen. Nienke noemde het ook al, dat die volumeknop kan soms heel erg openstaan, waardoor prikkels heel hard binnenkomen. Een gesprek voeren in een wat kalmere omgeving kan dan in ieder geval een bijdrage. En een erg belangrijke is, praat met iemand en niet over iemand. Wat je misschien wel kunt voorstellen is wanneer je je achterdochtig voelt, wanneer je het idee hebt dat je in de gaten wordt gehouden, dat je wordt achtervolgd. En daarnaast heb je ook nog de indruk dat achter jouw rug, omdat er over je gepraat wordt, dat je gevoel van vertrouwen in ieder geval niet verbetert. Dus probeer ook zoveel mogelijk met de persoon zelf in gesprek te gaan. En wanneer je niet pluisgevoel hebt, of je denkt, ik vertrouw het toch niet, probeer dan zoveel mogelijk ook contact op te nemen met de huisarts. Zodat die ook verwijzing kan regelen naar een eerste psychose team of naar een vroegdetectieteam. Maar wat dan? Oh, dat is samenvattend. Alles nog een keer bij elkaar. Hè? Dus psychotische ervaringen zijn veel voorkomend. Raak niet in paniek. Bij een vermoeden neem dus die PQ16 af. En bij een score van 6 of hoger en een verval van functioneren neem contact op. Onderzoek of je de persoon zelf kunt ondersteunen, of er behoefte is aan ondersteuning in het oppakken van de sociale rollen. En luister, neem de tijd en ga niet in discussie. Dat was het. Helder verhaal. Dankjewel Aaltje. Als ik er zo naar luister, dan geeft het mij de indruk dat jouw rol als hulpverlener heel praktisch is. Ja, dat is het ook deels wel. Ja, je met hele praktische zaken bezig bent, met mensen, voor mensen. Nou, het is in ieder geval een aangrijpingspunt. En wat misschien wel belangrijk is, is dat bij, dat noemen we steeds op, bij psychose, er is heel veel variatie. Hè, en tot nu toe kwam veel aan bord mensen die heel erg afwerend zijn, omdat ze er helemaal van overtuigd zijn. Maar ook daarin zit veel verschil. Hè, en er zijn ook mensen die wel zoiets hebben van, goh, hoe ik er tegen aankijk, dat strookt niet met de werkelijkheid, dus die staan op een andere manier. Ja, ja. En daar kan je dan ook anders mee in gesprek. Ja. Want die vraag kwam voor jou al binnen, van, hoe ga je nu echt in gesprek? Nou heb je daar inmiddels ook het nodige over gezegd, waar als hoofdmoot zeker in doorklinkt, ga niet in discussie. Ik vergelijk het dan bijna ook maar een beetje met dementie bijvoorbeeld, hè, waar het ook eigenlijk altijd wel een beetje het advies is van, ga nu niet tegen mensen zeggen van, maar mem, hard libben dat meer. Nee, hè? Het is soms wel zo dat mensen twijfel hebben en dan is het wel goed om te kijken van, goh, hè, waar twijfel je dan over? Kun je daar ook bewijzen voor vinden voor jouw mening of daartegen, zodat je ook een beetje een afweging in kan maken. Dus, ja, twijfelzaai is natuurlijk altijd goed. Oké. Wat ik me er ook een beetje bij afvraag is, medicatie is volgens mij een bestanddeel van de behandeling. Mm-hmm. Hoe ga je daarover dan met de mensen in gesprek? Want daar moet een bereidheid voor ontstaan om medicatie te willen slikken. Ja, nou ja, medicatie is natuurlijk nooit een doel. Medicatie is een middel om een doel te bereiken. En dat is eigenlijk ook altijd wat we met mensen bespreken. Hè. Medicatie kan helpen om je beter te kunnen concentreren, of om kalmer te blijven, of om beter gefocust te zijn. Er zitten natuurlijk ook altijd nadelen aan medicatie. Dus het is ook altijd goed om met mensen de voor- en nadelen af te wegen, om ook uiteindelijk ook een keuze te maken.
Okay. Ja. Ja. Ik ben even benieuwd, Bas, hoe jij naar dit verhaal van Aaltje hebt geluisterd. Nou, ik vind het een heel, heel mooi verhaal. En ik, ja, echt. Nou, wat mij te binnen schoot, ik heb bij die terugval van in 2016, zeg maar, zijn er een heleboel dingen gebeurd. Precies het tegenovergesteld van hoe jij ze, wow. Zeg maar, in mijn familie bijvoorbeeld, is het gewoon letterlijk gewoon achter mijn rug om. Van alles gingen ze regelen en ja, waardoor je eigenlijk de, nou ja, je eigen regie, zeg maar, of je autonomie, of die verlies je gewoon. En je, het is al een aanslag op je hele identiteit, zeg maar, mm-hmm. Een psychose. En als er dan ook nog, nou ja, als je als een klein kind behandeld wordt en dat er achter je rug dingen om geregeld worden, ja. Maakte dat jou ook achterdochtiger? Dat maakte mij en achterdochtiger en ik voelde me niet serieus genomen. En, maar de schade vervolgens is dat er ook heel veel ruzie en wrijving en dat soort dingen ontstonden. En zo van, wie heeft er nou gelijk, ik of jullie? En, ja, heel, heel erg niet goed eigenlijk. Okay. Dit wel. Ja, ja. Dus achter je rug om, dat is in ieder geval iets wat, ja, wat niet bijdraagt. Aaltje, er was ook nog een kijkersvraag die nog gaat over het herkennen van de dingen. Je noemde die questionnaire waar ik nu de naam even van vergeten ben. Die is dan voor de persoon zelf. Hè. We hebben hier in de zaal zo'n flyertje liggen en thuis zult u hem vast op de website wel terugvinden. Voor de persoon zelf, hè, die dan kan nagaan van oh, heb ik dit en heb ik dat en heb ik dat. Kan je nog wat zeggen over waar mensen in de omgeving alert op kunnen zijn? Nou, ik denk sowieso wanneer mensen zich terugtrekken. Okay. En ook wel uitspraken doen waarvan je zegt, goh, dat past helemaal niet bij hem. Of dit zich achterdochtiger uitlaat. Hè, dus dat, dat mensen opeens het idee krijgen van, goh, ik word in de gaten gehouden. Men heeft het op mij gemunt. En dat dat ook helemaal niet passend is bij die persoon. Mm-hmm. Andere dingen waar je kunt denken is dat ze opeens dingen horen die jij niet opmerkt. Of dingen zien die jij niet opmerkt. Ja, ja. Ja. Oké, okay, dus dat lijkt mij een handig aangrijpingspunt. Hè? Als je denkt van, hé, wat die persoon nu zegt strookt niet met wat ik zie. En ook niet wat je van hem kent. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Nienke, zou jij nog wat vanuit jouw deskundigheid mee willen geven aan mensen? Zaken waar ze op kunnen letten, dingen die ze misschien beslist niet moeten doen? Nou, ik denk dat het met name, ook eigenlijk wel het thema van vanavond, is dat het gaat over respect en dat het gaat over een gelijkwaardigheid. En dat er, nou ja, dat iemand die een psychose meemaakt, dat nou ja, eigenlijk zou het iedereen kunnen overkomen. En of het echt iedereen is, weet ik niet. Maar ik zeg wel eens, op het moment dat ik een week niet slaap, word ik waarschijnlijk ook psychotisch, yeah. Hè, om het een beetje te relativeren. Yeah. En ik denk dat dat helpt om er zo naar te kijken. Okay, dus niet als een heel ding wat heel ver van ons afstaat, ja, ja. Maar dingetjes daarvan kunnen wij zelf eigenlijk soms ook wel ervaren. Ja, en daardoor ook in contact blijven, want dat horen wij ook van veel patiënten terug, dat ze zeggen van ja, eigenlijk kon ik nergens terecht, want mensen vonden het, nou ja, die vonden het lastig en die trekken zich terug. Ja. En ik denk dat dat voor de omgeving met name wel van belang is, probeer wel in contact te blijven. Ja, ja. Ik zou zo een beetje tegen het eind van dit gesprek ook nog wel wat naar de maatschappelijke kant willen kijken. En kom ik vaak bij jou uit, Lex. Gaan we in onze samenleving zorgvuldig genoeg om met mensen met een psychose? Nee, ik denk het niet. Maar we zijn wel natuurlijk in een tijdsgevricht waarin dat verandert. Hè? Getuigen ook deze uitzending bijvoorbeeld. En Bas is denk ik een heel goed pleitbezorger ervan. Die heeft een heel indrukwekkend verhaal. Mm-hmm. Goed verteld. Je kunt je erin verplaatsen. En iedereen kan wel iets oppikken van wat jij hebt meegemaakt, alsof je het zelf hebt meegemaakt. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we mensen met psychose zien als mensen met een psychose. Ja, als een kwaal die je overkomt, waar je eigenlijk niks zelf aan kan doen, die je niet kan zien aankomen. En die gewoon gebeurt en je leven behoorlijk kan ontwrichten. Ja. Want we vertellen ook wel de positieve dingen en dat het ook goed met je kan gaan, maar het is toch een heftig iets om mee te maken waar je vaak jarenlang door getraumatiseerd bent. Mm-hmm. En daarom denk ik ook dat het heel belangrijk is wat jullie ook vandaag heel goed benadrukt hebben. Hè, dat je heel serieus omgaat met wat mensen zelf willen, wat ze over zichzelf denken, hun autonomie.
Ja. En wij hadden in de pauze ook nogal een gesprekje over medicatie bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook voor mij als psychiater belangrijk. Dat je dat heel erg ook bij de patiënt moet laten van, wat is voor jou de juiste dosering? Misschien wel helemaal niks als het kan, of een klein beetje als het moet. Hè? Maar niet te veel, want de medicatie heeft ook hele vervelende bijwerkingen. Ja. Het gaat eigenlijk om de regie. Ja, de eigen regie. De eigen regie. Ja, ja. Hè? Dat is denk ik wel de kern van de zaak. Oké, prima. Ja. Een aspect wat een kijker ook nog aankaart, wil ik zeker ook nog even inbrengen. En dat is, wat heeft jouw familie of jouw omgeving misschien aan hulp gehad of juist niet gehad? Want ik denk dat het ook niet zo makkelijk was om met jou om te gaan. Maar over wanneer hebben we het nu? Ja, dat zegt de kijker niet zo bij. Laten we zeker zeggen bij de tweede psychose. Waar je familie had het één keer meegemaakt. Ja, ja. Nou, daar hebben zij natuurlijk iets, hoop ik, ook van geleerd. Maar hoe zijn zij daarin ook geholpen? Welke aanwijzingen hebben zij wel of niet gekregen? Zo goed als geen. Nee. Nee, ja, nou ja, ja. Het is een beetje tragisch hoe dat allemaal gegaan is. Maar het is eigenlijk is het precies zo gegaan als bij mijn eerste psychose. Ja. Toch, en maar ook uit een soort, heel belangrijk volgens mij, heel erg uit een soort onvermogen om... Hè, je zoon is opeens weer psychotisch en helemaal niet verwacht en er niet mee om... goed om kunnen gaan of zo. Nee. En wat zou je daarover willen zeggen, Nico? Nou ja, dat ik daar wel heel erg van schrik eigenlijk. Omdat het zo belangrijk is. We hebben het steeds over die persoon met een psychose in zijn systeem, zeg maar, in die sociale context. En daar hoort die familie bij. Ja. En dat kun je niet los van elkaar zien. En nou was jij relatief wat ouder dan de gemiddelde leeftijd van iemand met een eerste psychose. Maar dat zijn jonge mensen die nog thuis wonen of net uit huis zijn en... nou ja, de familie is natuurlijk heel erg belangrijk, ja, of een partner of kinderen. Ja. Ik was ook best wel verbaasd. Ja. maar het was wel ook zo, mijn moeder, dat die het gewoon ook emotioneel niet aankon en dat ook gewoon aangaf, zeg maar. Maar ik denk dat als een goede, en daar kan ik me ook van alles bij voorstellen. Hè, maar het zou goed geweest zijn als zij op de een of andere manier hulp misschien hadden gehad in de manier waarop ze... Helder. Ermee mee om hadden moeten gaan. Ja. En ik ging, maar dat lag ook weer aan mezelf over, want ik wou dat allemaal natuurlijk zelf weer eventjes... Oké, goed. Maar daar zit je dan met elkaar in. Ja, en wie maar steun kan krijgen, die verdient dat. Ja. Ik ga naar een laatste ronde tips. Ik kijk Aaltje even aan. Wat zou jij nog als laatste willen inbrengen? Nou, er is wel recent een cursus aangeboden. En dan moet ik het nu uit mijn hoofd doen. De MH... First Aid. FA, ja. Yeah. Mental Health First Aid. Hè, waarbij mensen ook kunnen leren van het signaleren, maar ook van wat kun je daar nou mee doen wanneer iemand psychische klachten vertoont. Oké. Dus dat is een van de tips die ik mee wil geven. Ja, nou helder, luidt en duidelijk. MHFA, Mental Health First Aid. Ik herhaal het nog even een keer. Als u daar thuis in geïnteresseerd bent, dan vindt u hier meer informatie over op de website van GGZ Friesland. Er was ook nog een vraag van die vragenlijst, PQ16, is die ook online te vinden. Ga er maar vanuit dat het straks allemaal keurig op de website komt te staan. Nienke, jij nog iets voor de laatste ronde? Nou, dat mensen die geïnteresseerd zijn in hoe zo'n zorgstandaard dat eruit ziet, die is ook online te vinden. Niet op onze website, maar gewoon als je googelt op zorgstandaard psychose. Ja. Oké. Er staat veel informatie in. Ja, prima. Bas, wat ik nog wel aardig vind om even naar voren te brengen, is dat jij inmiddels aan een tweede film werkt. Ja. Kan je daar nog even een korte preview op geven? Nou, eigenlijk... goed, ik heb die terugval gehad, heel vervelend. Niet aanzien komen, maar dat is wel een aanleiding om een vervolg te maken op de film Verloren Jaren. En wat ik eigenlijk heel ontdekt heb, en dan komen we even rond bij de eerste vraag van hoe eenzaam is dat? En wat ik eigenlijk heb ontdekt is van... Wat er gebeurde is dat het allemaal precies hetzelfde was als die eerste psychose. Alle thematiek, alles precies hetzelfde. En door zeg maar, bij mezelf te erkennen dat dat gewoon een hele wereld is, die dus bestaat, ook al is het dan een psychose en noemen we dat ziekte, of blijft die wereld intact, zeg maar. En ik zou het heel fijn vinden als ik daar in de hulpverlening zeg maar, ook... Dat het ook kan gaan over de inhoud van de psychose. En dat het niet alleen gericht is op... Goed, dan moet je natuurlijk wel eerst erkennen dat het een psychose is. Dat begrijp ik ook. Maar, en dat het niet alleen gericht is op alleen maar zorgen dat het niet meer gebeurt. En nou ja, goed, dat...
Dat wil ik eigenlijk verwerken in dat ja. nieuwe project. Ja. Dat is nog een beetje pril, maar... Goed, ja. We gaan jou in de gaten houden. Wie de eerste film zou willen zien, in de positieve zin van het woord, begrijp me niet verkeerd. Wie de eerste film zou willen zien, die heet dus Verloren Jaren en die vindt u ook op de website. We moeten dit onderwerp gaan afronden. Heel erg bedankt voor jullie inbreng. Kijkers thuis, bedankt voor uw aandacht. De mensen hier in de zaal ook. Ik doe nog even de aankondiging dat het volgende GGZ-college op 20 mei plaatsvindt. Zeg ik dat goed? 29 mei, neem ik niet kwalijk. En dat zal gaan over ontwikkelingsstoornissen. En fijn als u daar ook weer bij bent. Bedankt.